Lassen met een las-elektrode: de veiligheid. Bij het lassen met een las-elektrode springen gloeiende metaalspatten weg. Schadelijke ultravioletstraling, infraroodstraling en lasrook komen vrij. Houd je aan de veiligheidsregels voor je eigen veiligheid en gezondheid. Lage veiligheidsschoenen die geen voldoende bescherming bieden tegen gloeiende metaalspatten zijn verboden. Gebruik aangepaste gesloten laslaarzen. Draag steeds brandwerende laskledij, die beschermt je tegen brandgevaar. Bescherm je hoofd tegen hitte, ultraviolette straling en metaalspatten met een lasscherm, een laskap of een lashelm. De laskap of het lasscherm heeft een beschermglas tegen de metaalspatten en een filter voor het UV en IR licht. De glazen filters beschermen je gezicht en ogen. Die filters bestaan in verschillende sterktes. Het veiligheidsglas beschermt de glasfilter tegen inbrandende metaaldeeltjes. Hier zie je het resultaat van ingebrande metaaldeeltjes op een beschermglas na één dag lassen. De moderne lashelm heeft een beschermglas en een volautomatische digitale filter voor de straling. Draag een lederen lasgord om je kledij te beschermen. Gebruik gepaste lashandschoenen om handen en polsen te beschermen. Deze lashandschoenen kan je herkennen aan de symbolen voor mechanische en thermische risico's. Zet de afzuiging aan om de schadelijke lasrook weg te nemen. Gebruik altijd een tang om de gelaste werkstukken vast te nemen, want die stukken zijn heel heet.